Het is heel mooi voor KVC Westerlo dat volgend seizoen uiteindelijk met de jeugd op elite 1 niveau kunnen voetballen. Maar dat neemt niet weg dat je de campus nuchterheid moet behouden uiteindelijk. En dat we vooral stap voor stap moeten trachten onze jeugdopleiding beter te maken. Niet alleen op elite niveau, maar ook met de nodige aandacht voor het regionale voetbal, voor het G-voetbal en voor onze dames. Dat we op basis van de licentievoorwaarden bij de 12 beste clubs van België mogen noemen. De jeugdlicentie die voorziet 4 componenten. Enerzijds salaris, anderzijds omkadering. Dan heb je ook nog infrastructuur en doorstroming. Ik denk dat wij al jaren uiteindelijk prijs-kwaliteit gezien vrij hoog scoren. We situeren ons altijd tussen plaats 10 en plaats 14. Wat heeft dit jaar het verschil gemaakt? Ik denk, ik ben ervan overtuigd dat de overname daar heel veel mee te maken heeft. Want we hebben zowel een eerste grote stap gezet op basis van infrastructuur, op basis van omkadering. Wat resulteert eigenlijk in 6 punten extra op het eindresultaat. Het invullen van een licentiedossier uiteindelijk is best wel een hele klus. Maar dat is een verhaal wat wij met een groep van mensen doen en dat maakt het werk natuurlijk een stuk makkelijker. Ja, wat ik daar super belangrijk vind is, dat klopt inderdaad, dat er behoorlijk veel jongeren extern zijn die bij KVC Westerlo willen komen voetballen. Heel belangrijk vind ik daar dat eerst in onze eigen vijver gaan kijken, zowel op regionaal niveau als op elite niveau zelf. Dus iemand die van extern in aanmerking komt voor de eliteopleiding, die moet wel echt een top 3 speler zijn. Anders blijven we de kar trekken van onze eigen jeugd. Dat zijn spelers uiteindelijk, vanaf het moment dat die binnen een bepaalde kern de kwaliteiten hebben uiteindelijk voor absoluut een toegevoegde waarde voor die selectie te zijn, dan moeten we daar uiteraard oog voor hebben. Vanaf het moment dat zij in balans liggen uiteindelijk met een speler die reeds bij KVC Westerlo voetbalt, dan lijkt het mij vrij evident dat we volledig inzetten op onze eigen jeugd en ze niet extern gaan halen. Ik vind dat superbelangrijk. Vanaf het moment dat daar een gezonde mix is tussen ex-pros en jeugdtrainer van KVC Westerlo, dan is dat voor heel de jeugdopleiding, voor de uitstraling ervan, een absolute toegevoegde waarde. Cruciaal in dit verhaal is dat ze allen eigenlijk beschikken over het KVC Westerlo DNA. En dat betekent eigenlijk heel hard werken, heel veel, laten we zeggen, het familiale, het sociale, het studeren, een heel belangrijke rol toe-eigenen.